Hallo, ik ben Nick Joeven, ik ben 15 jaar, ik speel bij PSV 117 en ik ben een rechtsbuiten. Betekent heel veel voor mij. Jarenlang hard voor gewerkt en super blij en super trots dat ik vandaag mijn krabbel onder dit contract heb mogen zetten. Ja, je wordt wakker, je bent gelijk vrolijk, je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Dan ga je eerst naar school, vervolgens ga je trainen met je team. En nu, dat contract is natuurlijk super. Ik heb 4 echt hele goede vrienden die jammer genoeg door corona niet bij konden zijn. Hun had ik er nog wel heel graag bij willen hebben. Ik ben eigenlijk sinds heel jong begonnen met voetballen bij een amateurclub WDZ, waar ik woon. Toen ben ik naar Roda JC gegaan, daar heb ik 4 jaar gespeeld. En toen ik 12 was, toen ben ik naar PSV gekomen. Daar speel ik nu inmiddels dus dit mijn 4e seizoen. Natuurlijk dit seizoen belangrijk zijn voor het team. Zoveel mogelijk doelpunten, assist. Zo snel mogelijk doorstromen naar oudere teams. En uiteindelijk natuurlijk naar het eerste en daar de fans trots maken. Ik wil wel natuurlijk voor Nederland zelf dat spelen, dat is een grote droom van mij. En natuurlijk de Champions League, dat is het grootste wat een voetballer kan spelen. Dus dat zijn wel doelen, ja. Ik denk dat ik wel te vergelijken ben met Arjen Robben. En hij heeft een beetje dezelfde speelstijl. Hij is nu aan het einde van zijn carrière is natuurlijk teruggekomen. Maar hij is wel iemand waar ik zeker tegenop kijk. Ook Neymar, Mbappé, Sergio Gnabry, het zijn wel voorbeelden, ja. Mijn echte idool is denk ik toch wel Cristiano Ronaldo. Ja, qua zijn mentaliteit is waanzinnig. Hoe hij ervoor leeft, wat hij ervoor over heeft, dat is echt een voorbeeld. Ik wil graag mijn ouders bedanken, mijn broer bedanken, mijn zaakwaarnemer, mijn zus, eigenlijk mijn hele familie en mijn vrienden. Ze zijn allemaal altijd voor me geweest en dat zullen ze ook altijd zijn, dus allemaal heel erg bedankt.